iedereen's favoriete baby Yoda heeft een nieuwe familie gekregen. Hoe kun je zo'n vreemd kind opvoeden? Kijk naar Lalilu om erachter te komen. Vaarwel, baby doll. Hallo, baby Yoda. Vouw een stuk aluminiumfolie en vorm het hoofd. Bedek het frame met groene boetseerklei. Strijk de bevestigingspunten glad en maak de oogkassen dieper. Voeg oogleden toe. Dat is veel beter. Maak een neus van een klein stukje. Vorm baby Yoda's schattige glimlach. En kijk eens naar die wangetjes. Voeg twee scherpe oren toe aan de zijkanten. Het lichaam is ook veranderd. Sommige mensen zeggen dat het niet gemakkelijk is om groen te zijn. Maar deze baby vindt het prima. Verf de binnenkant van de oren roze. Highlight de oogleden en de mond en breng wat blush aan op de wangen. Baby Yoda heeft voorlopig alleen babyhaartjes. Breng lijm aan en bevestig wat wol van een lichte kleur. Meet baby Yoda. Knip twee stukken uit. Lijm de zijkanten aan elkaar. Voeg twee mouwen toe. Maak een knipje in de voorkant en pas de outfit. Maak manchetten en een kraag van vilt. Baby Yoda is een echte fashionista. Oversized kleding is in dit seizoen. Deze patiënt is iets speciaals. We moeten hem gezond en in leven houden. Geef hem wat zuurstof en laten we zijn echografie controleren. Het lijkt erop dat hij een soort buitenaards wezen is. Maar hij kan wennen aan onze levensstijl. Welkom op aarde. Baby Yoda stapte in zijn schip en ging op een ruimteavontuur. Tot hij een dimensieportaal bereikte. Dat is waar Kara en Din hem vonden. Wat een schatje. We moeten hem mee naar huis nemen en voor hem zorgen. Kara Dune is een ervaren krijger die huurmoordenaar is geworden. Ze houdt van deze nieuwe look. Deze zwarte outfit staat haar zo goed. Maak een kraag en schoudervullingen van schuimpapier. Voeg een dubbele riem, kniebeschermers en zakken toe. Voeg een holster toe aan de riem. We moeten ook de armen beschermen. Kara draagt alleen leren laarzen. Het is makkelijker om daar een mes in te verstoppen. Verf de riem blauw en de rest van de details zilver. De beschermende delen moeten blauw zijn met een zilveren rand. Make-up geeft een uitdrukking aan Kara's persoonlijkheid. Ze heeft een dikke eyeliner en donkere nude lippenstift. Voeg een tatoeage toe onder haar linker oog. Het Rebellenalliantie-logo. We moeten haar haar doen. Geen krullen. Maak je geen zorgen. We knippen het gewoon een beetje bij. Kara ziet er misschien stoer uit, maar ze is eigenlijk heel aardig en zorgzaam. Maar toch, ze is niet iemand om mee te sollen. Ontmoet nu Din Djarin, een ervaren krijger en premiejager. Teken een figuurtje uit op kartonnen vel. Knip het stuk uit. Trek het over op atletische stof. Maak twee stukken voor een outfit. Nice aan elkaar en passen. Bedek het gezicht met acrylverf. Teken bruine ogen en bruine wenkbrauwen. Bedek de helm met een grijze verf. Maak versieringen van stroken schuimpapier. Kleur een stuk van een plastic map met een zwarte stift. Plak het op de voorkant om Din tegen de zon te beschermen. Besier de hele helm met de zilveren en bronzen verf, zodat het op metaal lijkt. Maak schoudervullingen en beschermende lapjes voor armen en borst. Lijm er een bruine riem op. Vergeet de benen niet. De premiejager draagt bruine laarzen. Verf de schoenen en bedek ze met blanke nagellak. Highlight het hele harnas om het op metaal te laten lijken. Snij een rietje in kleine stukjes en lijm ze vast om zijn wapens vast te houden. Voeg een zilveren accessoireketting toe. Er is een zwarte cape achter Din's rug. De Mandalorian is aangekleed en klaar om zijn werk te doen. Hij ontmoet een eenheid van mini-robots op een van de planeten.
Ze gebruiken tandwielen als betaalmiddel. Dit bracht me op een idee. Ik heb het. Maak een voederstoel. Bedek de plastic halve bol met doorzichtige lijm en bestrooi hem met glitters. Bedek hem met een stuk plastic fles. Zet een leunstoel neer. Gebruik een tandstoel als een rugleuning. Maak zachte kussens van een schuimspons. Snij een Lego-ladder met een verwarmd mes. Maak er armleuningen van en bevestig er een tafel aan. Bedek het Lego-gedeelte met een schuimrubberen hoes. Maak een koepel van een halve bol. Knip oude koptelefoons en bevestig een antenne aan de bovenkant. We hebben ook een volumebalk nodig. Teken ogen en naden. Teken vuur op de benen. Sommigen verliezen misschien hun eetlust in een stoel als deze, maar niet Baby Yoda. En de stoel zelf vindt het niet erg om zijn versnelling te snoepen. Heeft de baby honger? Oké, hier zijn je tractaties. Ik zou ze in geen miljoen jaar opeten. Neem een lepel voor Din. En nog één voor Kara. Hier zijn jullie. Eeuw, hoe ben je zo vies geworden? De kikkereitjes hebben besloten om van mijn harnas een nieuwe thuis te maken. Het is walgelijk. Yoda's favoriete snack is kikkers. Versier het kikkerbeeldje met vlekken op de rug. Zo te zien heeft de baby genoten van zijn smakelijke tractaties. Laten we een vliegende wieg maken. Verwijder de extra delen van een LOL-bal. Scheid de twee helften en lijm ze zo vast. Knip twee stukken uit schuimpapier. Lijm ze en de kralen op de bevestigingpunten. Verf ze ook zilver. We hebben pluizige stof nodig om een deken te maken. De baby vond dit wiegje zo mooi dat hij het alleen gebruikt om te vliegen. Lijm een plastic halve bol op een cd. Giet er kleurrijke kralen in. Breng lijm aan op de zijkanten en bestrooi het met glitter. Bedek de wieg met tulle. Versier hem met fonkelende sterren en glitter, zodat het op de nachtelijke hemel lijkt. Bevestig de andere halve bol. Lijm een paar tandenstokers op met de kralen van de uiteindes. Verf de antennes zilver. Maak schermen en camera's van lichte klei. Voeg witte vlekken toe met acrylverf om wat textuur toe te voegen. Verf de rest van de versieringen om metalen lapjes te laten lijken. Zet de wieg in kiezels en nepzand. Bekleed een stuk schuimrubber met stof. Voeg een net van een zilveren koord toe. De lakens zijn klaar! Een warme deken en een kussen zijn klaar voor de baby. Stil maar, kleine baby. Zeg maar niets. Hij is zo opgewonden dat zijn groene oortjes een beetje trillen. Droom zacht, kleine Yoda. Voeg kralen toe aan de tandenstokers. Verf ze op deze manier. Voeg een baan van klein toe. De planeten zijn nog aan het drogen. Als alles droog is, pak je de planeten en rijg je ze op. Hang het zonnestelsel aan het tuig. Besier met een glitterster en een regenboog. Zet alles vast met een draadframe. Het is zo leuk! De baby kan geen genoeg krijgen van zijn mobiel. Het is nu zijn favoriete speelgoed. Maak een rammelaar van een rietje en een kraal. Het geluid dat het maakt is zo rustgevend. Het klinkt net als de plant op mijn thuisplaneet. Eindelijk een Jedi-zwaard. Snij een stuk van een rietje. Bevestig een houten handvat gemaakt van een tandenstoker. Bedek het met een draad om het handvat vast te houden. Bedek het zwaard met blanke nagellak en bestrooi het met groene glitters. May the force be with you, baby Yoda. Auw, waarom doe je dat? De arme Mandalorian heeft deze strijd verloren. Laat me met je knuffelen. May the force be with you to press like. Like onze video. Abonneer je op Lalilu en klik op het belletje. Zodat je geen van onze nieuwe video's hoeft te missen.